je van de zilveren vloot wel gehoord, de zilveren vloot van Spanje. Die had er veel Spaanse matten aan boord en appeltjes van Oranje. Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein, zijn naam is klein. Zijn daden benden groot, zijn daden benden groot. Hij heeft gewonnen de zilvervloot. Hij heeft gewonnen, gewonnen de zilvervloot. Hij heeft gewonnen de zilvervloot. Als u even naar voren wil lopen, mee wil lopen. Volgens mij ben ik bij de familie Akster, toch? Goedemorgen. Ik ben bij de familie Akster, toch? Ja, beste familie Akster, kom vooral iets dichterbij staan. Want dit is en wordt een beetje jullie dag. Jullie hebben je hele leven gegeven voor anderen, vooral voor de stichting Adullam. En er zijn mensen die hebben gezegd, ja, dat is zo fantastisch wat jullie gedaan hebben samen. Dat verdient ook wel een compliment en dat verdient waardering. Dus er zijn een paar mensen geweest die hebben aangeklopt bij de koning, bij het paleis. En die hebben daar aangebeld en gevraagd, joh, kunnen we de heer en mevrouw Akster, excuus, niet voorzien van een koninklijke onderscheiding? En de koning heeft er goed over nagedacht en zijn antwoord was, ja, dat is terecht, dat is verdiend. Want u hebt zich jarenlang, zei ik al, ingezet voor de goede zaak. En u versterkt elkaar daarin, u helpt elkaar daarbij. En het eindresultaat wat daar steeds weer ontstaat is fantastisch mooi. En daar zijn veel mensen trots op, maar daar hebben ze ook heel veel respect voor. Voor wat u hier doet, maar ook voor allerlei andere dingen die u georganiseerd hebt. U doet dat al meer dan 30 jaar, begreep ik. Of 30 jaar zo'n beetje, dit jaar. Op een zeer bevlogen en een heel betrokken manier is mij verteld. Iets waar we trots op zijn. En waar we respect voor hebben. En ja, al meer dan 30 jaar voor dezelfde organisatie je zo volledig inzetten, dat is echt een teken van trouw en volharding. Dankjewel, laat ik denken. En daar hoort een oorkonde bij. Alsjeblieft. Ja, graag gedaan. En we hebben nog mooie bloemen, die komen zo meteen. Nou, ja, hij staat prachtig. En dan mag u hem hier uithalen en opspelen bij uw man. Nee, het gaat om die grote. Ja, heel mooi. En alsjeblieft, ook de oorkonde. Dankjewel. Ja, ik zal een heel klein beetje doen zo. Het is nog vroeg, hè? Dankjewel. Hoef niet op te drinken, hoor. Voor de foto. En als je het lekker vindt, moet je het vooral doen, natuurlijk. Ja, wij hebben mooi. Oh, wil je ook? Oh ja. Mag ik de twee voordragers die het hebben aangevraagd? Als je al bezig bent, dan komt het natuurlijk ook lekker met. Dan komt daarbij, want ja, de familiekring is natuurlijk een vrouw. Kom even, dat ik foto zijn gemaakt. En de verwachten zijn. Ook het Frans heeft het met Vullenberken gedaan, zodat we later. Je kan daar naar kijken. Bij me staat de heer en mevrouw Akster. Ik kwam net bij jullie aanlopen en ik zei, ik moet even een beetje stroom hebben voor een opname van Ontdek je plekje. En ik dacht, nou, toen ik je zag de buiten zag komen, dacht ik van, hij heeft er niet op gerekend. Nee, ik wist het echt niet. Ik moest alleen om 9 uur klaarstaan, want dan zou ik met iemand mee.
Dus dat was bekend. Ja, je zei tegen mij van, ik ga straks toch weg. Ja, nee, dat klopt. Want u zei je nog, dan haal ik de stroom bij weer uit. Ik zei, nou buiten heb je er geen last van. Die deur blijven lopen. Dus ja. De deur wordt ja, dus. Ik zag u nog zo mooi aan het stofzuigen vanmorgen. En ik denk van, nou, die heeft toch helemaal niks in de gaten. Nou, helemaal niks. Ik dacht eigenlijk dat het leerlingen van school waren van Beert. Die hebben ook een actie. Ik denk, maar toen zag ik allemaal andere mensen die ik niet kende. En ook geen oud-leerlingen of zo. Dus ik denk, nou, het zou wel wat anders zijn dan. Toen zegt Beert van, dat kan wel eens een lintje van de lintjes regen zijn. Dat zegt hij. En zeg, ik zeg, meestal hebben die leerlingen dat wel gedaan. Die wou ook iets bijzonders doen, dus. U lijkt me niet de persoon die heel erg in de aandacht wil staan. Oh, alsjeblieft niet, nee. Dus ik zou blieven dat ik weer hier alleen ben. Maar ik wil jullie toch ook namens de Loe heel hartelijk feliciteren met beiden een koninklijke onderscheiding. Dat is toch wel heel erg uniek. En ik zou zeggen, ga door waar jullie goed in zijn. Dat hopen we dus te doen. Als we de krachten van mogen krijgen, hopen we dat zeker nog te blijven doen. Hartelijk dank en gefeliciteerd namens de Loe. Hartelijk dank. Dankjewel hoor. Nou. Beste Rinus. Mijn heer Hofstede. Jarenlang hebt u traditiegetrouw op het gemeentehuis heel veel mooi werk gedaan rond de lintjesregen. En toen hier vanmorgen deze mensen zo aankwamen lopen, toen moet u iets aangevoeld hebben. Ik zal het maar gelijk verklappen. Het is in het paleis doorgedrongen dat ene Rinus Hofstede uit Doornspijk heel veel voor deze samenleving doet en heeft gedaan. En de koning was daar zo van onder de indruk dat hij mij vroeg om zijn dank en zijn waardering over te gaan brengen. En dat kom ik dus nu graag doen. We hebben wat muziek meegenomen om het wat gezellig te maken met elkaar. We hebben de zon meegenomen en we proberen er een hele mooie dag van te maken. Want beste Rinus, dat mag ik wel zeggen, je bent een zeer sociaal betrokken en toegewijd vrijwilliger met een hele, hele lange staat van dienst. En dat begon al toen je nog maar 15 jaar oud was, heb ik me laten vertellen. En dat betekent dat je het al ruim 50 jaar inzet voor deze samenleving op allerlei bijzondere manieren. Ja. Welkom hier erbij hoor, Rinus van harte. Verdiend. Graag gedaan. En daar komen natuurlijk bloemen bij. Marinus, jarenlang voor iedereen de onderscheidingen klaargemaakt. En je bent nog niet weg van het gemeentehuis en dan heb je er zelf een te pakken. Ja. Het doet je wat. Ja, dat is heel bijzonder. Ik heb dat inderdaad jaren mogen doen. En dan weet je ook van wat er voor nodig is. Maar als je dan zelf aan de beurt bent en je krijgt zoiets, dan raakt me dat diep. Ja. Ik kan het begrijpen. En als partner dan? Ja, nou ja, het was nu de tijd, hè? Want inderdaad, hij deed het zelf niet meer. Dus het was een beetje raar om natuurlijk de boel in te dienen terwijl hij er zelf op gemeentekantoor bezig was. Maar ja, ik vind, hij verdient het gewoon. Ik vind het gewoon geweldig. Ik weet hoe leuk hij het vindt, hoe mooi hij het vindt, hoe blij hij ermee is. En dat doet gewoon goed natuurlijk. En de kinderen hebben zich, vooral onze oudste dochter, heeft zich daar volledig voor ingezet. Want het is best nog wel een hele romslomp. Je hebt hem maar niet zo, dat is duidelijk. Maar nee, ik ben er heel blij mee. Ik sprak je oudste dochter net vanmorgen even en toen zei ze tegen mij, dat is een heel werk. En ik dacht, ach, mijn vader heeft daar op kantoor gezeten, ik zal er wel zo tussendoor sniezen. Maar dat ging niet. Nee, zo werkt dat niet. Want het is niet alleen het kantoor wat beslist, het gaat allemaal hogerop en het wordt allemaal heel serieus bekeken. Dat weet ik uit ervaring en dat is ook heel goed. Ik denk dat je toen meneer Van der Pollum kreeg, dat wel een van de mooiste onderscheidingen is geweest die aan jou uitgereikt is. Nou ja, de plek, hè. Dat was natuurlijk
Wel heel bijzonder. Dat was in Amsterdam. En dan, ja, dan moet je ook toestemming hebben van de burgemeester van Amsterdam. En zo werkt dat dan. Maar in die sfeer met, wie was er, met André Rieu erbij. En dan, oh, ja, met zo'n zaal vol allemaal medewerkers. En dan de meneer zelf. Ik bedoel, maar ja, dat was een heel, heel bijzonder moment. Maar ja, er zijn heel veel mooie momenten geweest. Ook gewoon in ons huis of in de deel of in het Huiken, waar we ook waren. En mensen die 50 jaar ergens mee bezig waren dan een lintje kregen. Ja, dat was gewoon geweldig. Het is gewoon een bewijs van, het is allemaal vrijwilligerswerk, dat weet je ook. En ja, dat is toch prachtig om te doen. Marinus en je vrouw, hartelijk gefeliciteerd namens Renou. Geniet ervan en wees trots op je dochters. En zo. Oh, zeker, dat ben ik ook. Zeker, dat mevrouw ook. Heb je van de zilveren vloot van gehoord? De zilveren vloot van Spanje. Die had op de Spaanse matten aan boord. Hij heeft gewonnen, gewonnen, de zilvervloot. Hij heeft gewonnen, de zilvervloot. In een blauw geruite kiel draaide hij aan... Meneer van den Burg, kom even naar buiten. Onze dag, maar Michieltjes jongens hart ligt ontdragen. Nou, daar is hij hoor. Ja, meneer van den Burg, we zijn hier speciaal voor u vanmorgen. En waarom? Omdat u zich al 32 jaar lang op allerlei manieren inzet voor onze samenleving. U bent een zeer sociaal en een zeer betrokken vrijwilliger, heb ik me laten vertellen. Sociaal, omdat u zich heel erg inzet voor uw medemens, in het bijzonder voor mensen met een beperking. En u bent heel betrokken, omdat u alles wat u doet met hart en ziel doet, als vrijwilliger. En wat u allemaal hebt gedaan de afgelopen jaren, daar zal ik iets over vertellen, maar u weet het natuurlijk beter dan wij het hier weten. U organiseert al 30 jaar lang klaverjasavonden voor mensen tussen de 40 en 70 leden, zo'n beetje geloof ik, als ik het goed begrijp. Nu wat lastig, maar er komen betere tijden aan, dan kunt u weer gaan klaverjassen. Veelal ouderen hier van het harde. En voor velen van hen is dat het enige uitje en daar kijken ze altijd naar uit om weer te kunnen gaan klaverjassen. Iedere week is dat een mooie bijeenkomst. Beste meneer van den Burg, uit alles wat ik zojuist heb verteld blijkt dat u zich dus al jarenlang inzet voor onze samenleving. En zich zeer verdienstelijk hebt gemaakt voor onze medemens. En die langdurige, die belangeloze, die betrokken inzet als vrijwilliger, dat verdient echt dank en waardering. En die dankwaardering die spreek ik hierbij uit, maar ik laat het niet bij woorden. Ik mag het ook symbolisch overbrengen namens de koning. Peter Martinus van den Burg. Gezien de aard, de duur, de betekenis en de uitstraling van uw vrijwillige verdiensten, heeft het Zijne Majesteit de koning behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Gefeliciteerd. Helemaal verbaasd. Ja, hij moet. Hier aan me zeggen. Het is nog vroeg op de dag, dus we doen een kleintje. Van den Burg, allereerst hartelijk gefeliciteerd ook namens Salou. Ik zag een en al ontroering. Ik zag een en al ontroering.
Nou, ontroering, heel erg verbaasd. Ja, ik had het helemaal niet verwacht zelfs. Totaal niet. Daar is eigenlijk die onderscheiding voor, hè, dat je het niet doorhebt. Want dat vrijwilligerswerk, dat doe je wel. Ik kwam net van het voetbalveld af. Net. Waarschijnlijk was het wel zo gepland dat u op tijd thuis moest zijn. Nee, ook niet eens. Nee, ik ben ongeveer om deze tijd thuis. Het was niet gepland, nee, ik wist echt niet. Niks. Ga even naar je vrouw. Wat doet het u? Wat zegt u? Wat doet het u? Nou, geweldig. Hartstikke mooi. Deze manier bij aan huis komen heeft natuurlijk ook wel iets, hè? Ja, natuurlijk. Echt een bijzondere verrassing. Absoluut, heel erg mooi. Ja, dit is wel heel apart. En ik zie een hele hoop mensen die ik helemaal niet verwacht. Familieleden en uit Den Haag. Ja, dat is geweldig. Overal vandaan. Laat ik zo zeggen, de organisatie hieromheen van de familie die het aangevraagd heeft, die is nu wel enorm geweest. Die is moeilijker als gewoon als je naar het Huiken gaat of zo. Ja, ik wist ook totaal niets van. Nee, helemaal niks. Nee. Maakt het niet minder verdiend. Ja, dat is mooi. Ik wens u ook namens de Loe van harte de geluk ermee en ik hoop dat u nog vele jaren in gezondheid uw vrijwilligerswerk mag doen. Dankjewel. Dankjewel. Heel hartelijk bedankt. Heel hartelijk bedankt. Voor wat jij doet. Geweldig. We zijn op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar. Mevrouw Balk, goedemorgen. We wachten even tot de auto's voorbij zijn. Mevrouw Balk, ik kreeg vanmorgen vroeg een telefoontje van de koning. En die vroeg mij of ik bij u langs wilde gaan, omdat u een zeer bewogen en sociaal en betrokken vrijwilliger bent. En die ondanks uw leeftijd zich nog steeds inzet met hart en ziel voor heel veel mensen. En hij zei, ik vind dat je haar moet bedanken voor haar inzet al die jaren. En haar succes moet wensen om door te gaan daarmee, vooral de komende tijd. En betrokken te blijven en al het werk te blijven doen wat u al die tijd toch gedaan heeft. En hij gaf mij nog een paar dingen mee die ik tegen u moest zeggen. Hij zei dat u een zeer, zeer betrokken zei ik al vrijwilliger bent, sociaal, bewogen. Omdat heel veel van die activiteiten die u verricht zijn gericht op ouderen en op kwetsbare mensen. En u voelt zich niet geremd, zei ik al, door uw leeftijd. U gaat gewoon door als vrijwilliger. Dat is fantastisch en daar hebben we respect voor. En dat breng ik u namens de koning over dat hij zegt, ik heb daar enorm respect voor wat u al die tijd doet, ondanks uw leeftijd. Bedrijf. En daar heeft u heel wat jaren en heel wat tijd in gestoken. Enorm. En toen uw echtgenoot plotseling overleed, hebt u toch het bedrijf draaiende weten te houden. Dat is heel bijzonder. Nou, het bedrijf is inmiddels overgegaan op Daan. Waar is Daan? Oh, die zit daar. Ja. Goedemorgen. En dat is mooi om te zien dat het bedrijf verder is gegaan in de familie. Dat is heel mooi. Maar goed, vanaf 2004 bent u heel veel vrijwilligerswerk ook gaan doen. En daarvoor was vast ook wel. Maar toen inderdaad bent u ook allerlei dingen gaan doen in de samenleving. Voor u was het denk ik een mooie manier om sociale contacten te onderhouden. Maar het past ook een beetje in een familietraditie volgens mij. Want ik heb me laten vertellen dat uw vader destijds ook een lintje heeft gekregen. Ook, dus u hoort al wat er gaat gebeuren vandaag. En dat was op het gebied van gehandicaptenzorg, begreep ik. Nou, ik vertelde u al, de koning zei, wat mevrouw Balken-Klein gedaan heeft, dat verdient absoluut waardering. Zij is een voorbeeld voor anderen, voor hoe zij zich inzet voor deze samenleving en zich verdienstelijk maakt voor anderen. En die langdurige, die belangeloze inzet als vrijwilliger, die verdient absoluut dank en waardering. En die dank en waardering mag ik u namens de koning ook overbrengen vanmorgen. Jennetje Balken-Klein, gezien de aard, de duur, de uitstraling, de betekenis van uw vrijwillige verdiensten, heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Gefeliciteerd. Daar horen fantastische mooie versierselen bij. Die ga ik nu naar voren halen. Ik mag het niet opspelden, want ik moet 1,5 meter tot u houden. Maar gelukkig zijn er dierbaren in uw omgeving die geen 1,5 meter hoeven te houden en die de versierselen zullen opspelden.
Nou, daar hoort een hele mooie oorkonde bij. Dankjewel, prachtig. Heel vriendelijk. En van harte gefeliciteerd. Met oranje bloemen. Bij mij is komen staan mevrouw Balk. Complete verrassing. U zat hier op het terras en ik denk, wat gaat er nu toch gebeuren? Ik was al naar Jan gegaan. Ik zei, wat ga je doen? Weet je wel? Er kwam de snoer in die schoen. Ja, morgen Koningsdag, zegt hij. Ik zei, ja, nou ja, het zal wel, weet je. Ja, het was helemaal een verrassing. Ik had helemaal geen idee. Hoe voelt het? Nou, het voelt fantastisch. Ja, het is echt super, ja. Mensen krijgen hem soms al met 40 jaar, soms met 50 jaar, 60 jaar. Maar als je uw leeftijd hebt bereikt, dan nog een koninklijke onderscheiding. En dat u er nog zo bij kunt staan, dat is heel bijzonder. Bijna 80, hè? Van de zomer word ik 80. Ik hoop dat ik hem nog heel lang, met heel veel plezier en heel veel trots mag dragen. Ja, dat hoop ik ook. Ik vind het geweldig. Ja. Maar ja, goed, het werkt. Ja, dat doe je vanzelf. Dat is geen belasting, wil ik zo zeggen, om andere mensen te helpen, toch? Dat zeggen al die vrijwilligers die al die jaren lang die onderscheiding hebben gekregen. Maar het is en blijft bijzonder wat die mensen gedaan hebben voor de samenleving. En dat geldt dus ook voor u. Ja, ja, dat is zeker. Maar ja, het gaat gewoon vanzelf en ik ga er gewoon mee door. Ik wil je nou... Dus dat is heel belangrijk. Hè? Ik wil u namens Salou heel hartelijk feliciteren en geniet ervan. En morgen een mooie Koningsdag en dragen met trots. Ja hoor, ja, dankjewel hoor. Ja, ik vind het prachtig. Ja. Want, beste Marie, zoals je weet, als burgemeester heb je altijd je telefoon bij de hand. Want je kunt altijd gebeld worden als er een ramp of een crisis is. Maar gisteravond ging de telefoon en het was Zijne Koninklijke Hoogheid, de koning. Die zei, ken je Marie van der Pol? Ik zeg, ja, die ken ik, want die werkt volgens mij wel eens als vrijwilliger bij de Sjoel. Hij zei, ja, ik heb gehoord dat ze veel en veel meer doet. Wil je daar naartoe gaan morgen en haar vertellen dat ik enorm onder de indruk ben van haar grote verdiensten als vrijwilliger? Gaat het hard, hè? Nee, hij zat echt niet max. Ik moet nog meer in het ding praten, begrijp ik. Ja, heel goed. Volgens mij kan Marie het horen, dat is het belangrijkste. Dat is het belangrijkste. Ja, de koning zei, mevrouw van de Poolcampagne is iemand die langdurig zich heeft ingezet voor deze samenleving. Zeer sociaal is en een zeer dienend vrijwilligste. Haar vrijwillige... ...trekken zich uit over een periode van meer dan 50 jaar. En ze is zeer sociaal omdat ze heel veel vrijwilligerswerk verricht heeft, wat gericht is op de kwetsbare medemens. En ze is zeer dienend omdat veel van haar werkzaamheden zich kenmerken als dienstbaar, als ondersteunend. En wat heeft ze allemaal gedaan de afgelopen jaren? Ik vroeg het aan de koning en de koning zei wel het volgende. Samen met haar echtgenoot was ze van 98, of was ze in 1998 medeoprichter van de internationale, of dan ik zeg, moet ik goed zeggen, de interkerkelijke jeugdgroep Adfontus in Oldebroek. En u organiseerde tot 1971 tal van activiteiten daarvoor. En van 1986 tot 2005 was u vrijwilligster bij de Stichting Evangelie en Moslim in Ede. En in die rol ondersteunde u kwetsbare moslimgezinnen door hen meerdere keren per week te bezoeken en mentale en praktische bijstand te bieden. En van 1996 tot 2003 had u verschillende vrijwilligersfuncties bij de Baptistengemeente in Ede. Van 2005 tot, eigenlijk tot nu toe bent u vrijwilligster binnen de Hullen in Oldebroek. En u ondersteunt daar bij het ontbijt, met het koffiedrinken in de huiskamer. En samen met uw man hebt u ook de voogdij over een bewoner van het baken. En dan heb je ook nog verschillende jaren in de lokale cliëntenraad van de Hullen gezeten. Samen met uw echtgenoot bent u een zeer betrokken en actief lid ook van de Vrije Evangelische Gemeente hier in Elburg. U maakte jarenlang het kerkgebouw schoon, u verrichtte allerlei hand- en spandiensten op praktisch gebied. En u vervulde ook een rol als suppoost bij Museum Elburg. Nog steeds, al is het nu even gesloten door corona. Nou, als je dat allemaal doet in je leven, dan moet je wel een heel... bijzonder mens zijn. Ik heb het gevraagd aan wat mensen uit de omgeving, wie is zij nou eigenlijk? Wat voor persoonlijkheid is dat nou, zo'n bijzondere vrouw? En ik heb een paar mensen gevraagd die u echt goed kennen. En ze zeiden, u bent een positieve, een vriendelijke, een meelevende vrouw. U ziet om naar anderen op heel praktische wijze.
uw echt oprechte aandacht en belangstelling voor de medemens. In het bijzonder voor ouderen en voor kwetsbare mensen. U bent heel behulpzaam, heel dienstbaar. En daarbij maakt het niet uit of die ouder of die kwetsbare mens nu hier woont of op een heel ander continent, bijvoorbeeld in Amerika. He? Steun, kracht en inspiratie daarvoor put u uit uw geloof. En ik las in een brief die iemand over u schreef, dat u en uw man trouwens gouden mensen zijn voor de gemeenschap. Gouden mensen voor de gemeenschap. Nou, dat is toch een fantastisch mooi waardeoordeel als men dat over u schrijft. Ja, mevrouw van der Pol, uit dat alles wat ik zojuist zei, blijkt dat u zich dus al jarenlang inzet op heel bijzondere manier voor onze samenleving. En die langdurige en die belangeloze inzet als vrijwilligster, die verdienen echt dank en waardering. En dat is de reden dat ik namens de koning die dank en waardering mag uitspreken, maar ook mag omzetten in een tastbaar geschenk, namelijk in een koninklijke onderscheiding. Margje van der Pol Compagne, gezien de duur, de diversiteit, de betekenis en de uitstraling van uw vrijwillige verdiensten, heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Gefeliciteerd! Hij kan er zo uitgepakt worden. Deze pak nooit. Waar komt dit vandaan? Ja? Je hebt ook niet geweten. Moet het rechts of links? Is er nog een. Ja, ik denk dat hij bij dames aan de andere kant moet. Dat is een goede vraag. Ik zat vanmorgen in de auto en toen ging de telefoon opnieuw. En toen zei de koning, ja, je gaat naar mevrouw van der Pol, maar vergeet niet wat meneer van der Pol allemaal voor de samenleving gedaan heeft. Ja. Dus als hij ook even wil gaan zitten. Maar hij mag blijven staan trouwens. Want meneer van der Pol, u bent een vrijwilliger die anderen er heel graag bij willen hebben altijd. En u bent toch meer dan 50 jaar actief als vrijwilliger in de samenleving. En u hebt heel veel gedaan. Al die jaren. Het is toch niet te geloven. Samen met uw echtgenote was u inderdaad vanaf 98 medeoprichter van die interkerkelijke jeugdgroep Adventus in Oldenbroek. Waar u tot 71 leiding aan gaf. En van 86 tot 2005 was u vrijwilliger en bestuurslid bij de stichting Evangelie en Moslims te Ede. En samen met uw vrouw zet u zich dus ook in inderdaad voor, nou, kwetsbare gezinnen. En namens de koning mag ook u bedanken voor wat u allemaal hebt gedaan voor onze samenleving. Rijk van der Pol, gezien de duur, de diversiteit, de betekenis en de uitstraling van uw vrijwillige verdiensten, heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd om ook u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. En de versier. De versiersten die daarbij horen gaan nu door uw vrouw worden opgespeeld. Kijk eens, is dat, hè?
Wij bestaan de heer en mevrouw Van der Pol. U was een en al verbazing toen we aankwamen rijden. Ja, dat ben ik helemaal. Want ik had dit nooit verwacht. Ik denk, ze zijn fout. Hiervoor zagen we wat gebeuren. Maar ik denk, ja, ik ben maar gewoon mens. Ik doe gewoon gewone dingen. Al die mensen die een koninklijke onderscheiding hebben gehad, die roepen één ding. En dat is allemaal gelijk. Ik ben maar een gewoon mens en wat ik deed, dat heb ik met plezier gedaan. Maar het is wel bijzonder dat je al die dingen gedaan hebt. Want dat is voor de samenleving gedaan. Mm-hmm. Ja, nou, ik vind het helemaal niks bijzonders. Gewoon gedaan wie je bent. En als ze menen dat daar dit bij hoort, nou ja, prima. Het is zo. Ja, de kinderen zijn er allemaal en iedereen zit in het complot. En dat vindt u nog wel een beetje erg, hè? Dat ze niks gezegd hebben. Ja, nou, zo hoort het ook, hè? Zo hoort het ook. Maar we hebben totaal dit gewoon niet verwacht en ook totaal niks in de gaten gehad. Nee. Echt niet. Maar het is fantastisch. Dat zeg ik al, de kinderen komen uit het hele land. Allemaal vrijgenomen, buren, familie, mijn tweelingzus. Alles staat hier voor het huis. Het is fantastisch. Ja. En het is wel weer. Heel mooi, moet ik zeggen. Heel mooi om mee te maken. Ik weet hoe het is. Ja, oh, je weet het. Het overvalt ons helemaal. Ja, we zijn, ja, ja. Echt. Ergens ver weg. Dat je denkt, nou, dat zou ook nog wel eens een keer kunnen. Ik had altijd van, ik hoop het niet. Want, kan je vertellen, als nu het gebeurd is, vind je het heel erg mooi dat het gebeurd is voor jullie? Ja, nou, dat geloof ik ook wel, ja. Je moet het meemaken om het te kunnen vertellen. Ja. Ja. Ik wil jullie namens de Lou heel hartelijk feliciteren. En ik wens jullie nog veel gezonde jaren toe. En blijf doen waar jullie goed in zijn. Dienstbaar voor de gemeenschap. Ja. Ja, dankjewel en dat zullen we zeker blijven doen. Graag. Ja, dat zullen we zeker doen. Geduldig om te wachten. Hij gaat nu naar voren toe luisteren. Hij is zowat op de plek van bestemming. En ja, zo is Egbert gewoon. Hij is gewoon allemaal hartelijk welkom. En nou, hij staat nu zowat vooraan. De laatste is Patrice. Egbert. Geachte heer Bos, beste Egbert. Je bent een zeer veelzijdig vrijwilliger. Met passie en een groot organisatietalent. Zo vrijwillig, zo veelzijdig. Hebben we vanmorgen ook weer gemerkt. Zelfs als chauffeur van de burgemeester kun je optreden. En daar was je best een beetje trots op vanmorgen. Want dat kan ik weer mooi aan mijn cv toevoegen. Nee, dat zei hij niet hoor. Want hij is zeer, zeer nobel. Want het gaat hem niet om zijn cv. Hij doet graag iets voor zijn medemens. En dat wordt gewaardeerd, echt, maar dat kun je hier om je heen zien. Al die mensen die dan toch stiekem zijn gekomen. Ook al mocht het niet. Beste Egbert, absoluut een zeer veelzijdig iemand ben je. Met activiteiten ontplooit op heel veel verschillende terreinen. Iemand met passie, iemand met een niet aflatende inzet voor onze samenleving. Iemand die het doet vanuit zijn hart.
en vrijwilliger met zeer groot organisatietalent. Ja, dat is eigenlijk wat iedereen zei over je die een ondersteuningsbrief stuurde. Dat je zo ontzettend goed en snel zaken kunt organiseren. Dat je dingen heel snel voor elkaar weet te krijgen. En dat je een groot, groot hart hebt voor mensen die het moeilijk hebben. Ja, en het valt niet mee, zeg maar, om een selectie dan te halen uit alles wat je gedaan hebt. Ik kan niet alles hier gaan noemen. De tijd is beperkt. Ik moet namelijk voor 1 uur het lintje uitreiken. Dat is nu ongeveer. Maar je vrijwilligersactiviteiten zijn niet onopgemerkt gebleven. Ook niet bij Zijne Majesteit de Koning. Je vroeg je af, weet je, net belde zo aan het eind van de reis vlak voor we hier waren. Dat was inderdaad de koning. Hij zei, als je dan stopt straks op die havenkade, wil je dan ook Egbert Bosch nog eens bedanken. Nou, bij deze. In 85 begonnen bij de lokale omroep als vrijwilliger al. Heel veel programma's verzorgd en gepresenteerd. En dat doe je nog steeds. En inmiddels ook voorzitter van de Loe. Van 1992 tot 2002 secretaris en organisator van toertochten. De grootste corvetteclub van Nederland, als ik me goed heb laten vertellen. En vanaf 2001 tot 2010 lid en secretaris van het Elburger Zeemanskoor, kop van het Ende. Je hielp bij het organiseren, bij het plannen van allerlei optredens. Je trad op als spreekstalmeester. En ja, die naam zeemanskoor.nl heb jij volgens mij ook nog vastgelegd. En daardoor zijn ze ook op internet en op Google te vinden. Beste meneer Bosch, beste Egbert. Je hebt je ontzettend veel ingezet voor de medemens, voor deze samenleving. En de koning zei zojuist tegen mij, die langdurige, belangeloze inzet van hem, die verdient echt dank en waardering. En die dank en waardering spreek ik deze uit namens de koning, maar ik maak het ook zichtbaar namens hem in het zometeen overhandigen van de versierselen die de koning je toekent. Want Egbert Bosch, gezien de duur, de diversiteit, de betekenis en de uitstraling van uw vrijwillige verdiensten, heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Gefeliciteerd. Ja, en dan komen nu de versierselen en dan gaat iemand die jou zeer na aan het hart staat, die opspelden. En er was afgesproken volgens mij wie het zou doen. Mevrouw Bosch. Ja, mevrouw Bosch, die gaat een versierselen opspelden bij haar zoon. Ze komt naar voren lopen, net met de burgemeester, zei ze, stond heel bescheiden achter dan. Maar dat ziet mevrouw Bosch natuurlijk. En en de muziek speelt nog wel. U mag hem opspelden. Rechts of links? Op zijn... Ja, rechts is dat. Voor hem links. Nou, ja, kijk eens aan. Mevrouw staat er klaar met de oorkom, waarschijnlijk worden we opnieuw staan er klaar. Dus, ja, je kunt het allemaal zien natuurlijk, het feit wordt allemaal opgenomen door Frans. Onze man gaat er natuurlijk. Alsjeblieft, verdiend. Zeven onderscheidingen verder. En dan kom je aan de haven en vertel wat je dan overkomt. Ja, ik dacht eerst, dat kan niet. Dat kan niet. Dus ik moest even goed kijken of ik niet droomde, zeg maar. En toen zag ik het wel, dat alle mensen die speciaal voor mij gekomen, maar ook het hele spul wat er neergezet is. Ja, ik kan niet zeggen. Ik kan er niet. Ik heb geen woorden. Eén ding hoef je nu nooit meer te zeggen, als de konings... uitgereikt zijn. Ik was er weer niet bij. Je bent er wel bij. Ja, ik was de hele dag erbij. Zonder mij was de burgemeester ook niet rondgereden volgens mij. Maar dat zal ook wel bij het spel gehoord hebben, want ik denk, vond het al een beetje raar dat ik moest rijden. Ja, vond ik wel een beetje vreemd, want nou, niet in eerste instantie hoor, maar dat ging omdat ik toch een auto had die het kon. Maar ja, daardoor konden we niet met 3 man erin, dus toen moesten we een andere auto. En toen vroeg hij alsnog of ik wou rijden natuurlijk. Maar het zou wat bij het spel gebeurd hebben. Daar ben ik bang voor.
We zullen dat nooit weten en ik loop ook een beetje te gissen. Dus, maar Egbert, één ding wil me van het hart. Hij is je meer en meer verdiend. En namens de Lou, hartelijk gefeliciteerd met deze onderscheiding. Maar niet alleen namens de Lou, langs alles wat je voor de Elburgse samenleving hebt gedaan. Dankjewel. Ja, geen dank, graag gedaan. Dingen met liefde en ik doe het nog steeds. En voor mij is het wel moeilijk om het even een plekje te geven. Want zoals eerder gezegd, ik doe het liefst zelfs wel voor de maatschappij. Maar dan word je teruggewaardeerd waar je geen regie over hebt. Dat is even wel lastig natuurlijk. Maar het gevoel is er niet minder om. Ik dank je wel voor wie het gedaan hebt en wat er ook. Maar ik ben blij, heel blij dat het op die manier gewaardeerd is. Ik zei je dan nog even wat de rest van... Je bent natuurlijk nog niet van ons af. Vanaf vanmiddag 2:00 is er hier een drive-through op de haven. Tot vanmiddag 4:30 komen de laatste auto's langs. En die komt heel Elburg, kom je nog feliciteren met je koninklijke onderscheiding. Oh ja? Is dit dan niet voldoende dan? Nou, ik dacht van, hij houdt van, alles moet tot in de perfectie geregeld worden. En als hij straks zegt hij tegen mij, je bent die vergeten, je bent die vergeten, je bent die vergeten. Kan ik dat 20 jaar lang aanhoren. Dus ik denk, dat wil ik niet. Ik heb alle coronaregels vandaag overtreden voor jou. En de burgemeester moest erop lachen. Maar ik heb onderweg gezien dat het daar ook wel gebeurde. Dus tot vanmiddag 4:30, 5:00 ben je onder de pannen. En om 6:00 kreeg je een diner aangeboden. Ja, super, mooi. Dank je. Dan hoef ik me er wel niet druk maken over het eten. Want ik dacht nog, we moeten nog eten koken als mijn moeder hier ook is. Dus dat kan niet. Maar nee, super. Dank je wel. Nogmaals gefeliciteerd en geniet van je dag. Ja, dat gaat nu gebeuren. Het zonnetje is erbij en de ontlading is er ook. Dus... Het gaat gebeuren en we gaan lekker genieten met alle vrienden en kennis en die mensen die allemaal zijn gekomen. Ik vind het prachtig.